Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wat hoge wolkenvelden over de Noordzee, die schampen van tijd tot tijd het noorden van het land. Maar verder is het vandaag vrij helder. Lokaal kan eerst wat nevel of mist voorkomen dat verdwijnt en daarna schijnt de zon. Temperatuur in de ochtend oplopen tot een graad of 12. Vanmiddag komt er nog wel wat bij en dan komen we uiteindelijk op maximum temperaturen van 16 tot 18 graden. Vooral in het noorden wat sluierwolken, in de rest van het land vrij zonnig weer en een matige oostenwind daarbij. In de avond koelt het af tot de graad of 12. Zien we op meer plaatsen wat sluierwolken overtrekken, maar zijn er toch ook nog altijd brede opklaringen. Dan gaan we naar morgen toe en dan zien we eigenlijk een beetje een vergelijkbaar weerbeeld. Ook dan vrij veel sluierwolken vooral in het noorden en de meeste zon in het zuiden van het land. Temperatuur opnieuw zo'n 16 of 17 graden. De wind neemt langzaam iets af. Dus het blijft wel matig kracht 3 tot 4. Dan zien we donderdag aan het eind van de dag de wind wat draaien naar oost tot noordoost en later naar noord tot noordoost. Er komen wat meer wolkenvelden voor, misschien in het noorden, maar verder blijft het vrij zonnig met 15 tot 17 graden. Vrijdag wel wat meer wolken net als zaterdag, maar de temperatuur blijft op niveau en het blijft droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.